Kun je het nog laten zien? Ja, tuurlijk. Oh, en is dit misschien een foto? Als je hem open, ja, als je hem open, open dan dus vrijdagmiddag 8 april kreeg burgemeester Janssen Ton van Borgero Doorn en Zalen Tussendiep het voorjaarsnummer van het blad Veerten, met daarin het verhaal over de in Nieuw Buinen opgegroeide verzetsheld Annie Post. De uitgave van het Streekhistorisch Centrum werd overhandigd door Evelien Post, de kleindochter van Annie. Het verhaal werd geschreven door oud-wethouder Jan-Willem van der Kolk. Bij toeval las ze een brief van Annie Post, waarin zij haar oorlogservaringen beschreef. Nou, het heeft allemaal te maken met stamboomonderzoek. Zoals wel meer 50-plussers verdiep ik me daarin. En dat aanvankelijk was ik van plan om dat op een hele lichte wijze te doen. En op een gegeven moment vond ik informatie van mijn grootmoeder, Geertruida Groenwold Post. En via haar kwam ik op het spoor van Arie Brouwer. Hij heeft een familie-epistel geschreven over de familie Groenwold. En in dat boek staat onder andere een verwijzing naar een brief van Annie Salomons Post. Of Annie Post Salomons. Annie schreef hem een brief, ergens in de 70 jaren, over haar ervaringen rond haar bevrijding. En daaruit bleek dat Annie gewoon heel veel heeft meegemaakt tijdens de Tweede Wereldoorlog. En anderen zeiden daarvan van, nou oké, we hebben kennis genomen van die brief. Maar zou je dat verhaal eens kunnen uitdiepen? En toen heb ik gezegd, oké, dat ga ik doen. Annie en haar man Marinus behoorden in het begin van de oorlog tot de eersten die onderduikers opvingen. Ze vingen heel veel vluchtelingen op in een boerderij te kampen. Daar woonden ze nog maar net, ze kwamen uit Drenthe. En op een gegeven moment is daar een overval plaatsgevonden door de sicherheidspolitie. Is die boerderij ontzet en is zij gevangen genomen samen met haar oudste zoon. Ze zou eerst al ter plekke geëxecuteerd worden, daarmee werd gedreigd. Maar als je haar zoon daarover hoort terugpraten, die zei daar was ik helemaal niet bang voor. Hij zegt van dat zouden ze toch niet doen. En als ze het zouden doen, nou oké, dan was het dat. Dus heel nuchter beschrijft hij hoe dat ging. Vervolgens is ze langdurig verhoord in de koepelgevangenis van Arnhem. Van daaruit werd ze overgebracht naar het kamp Vught. Daar maakte ze het bunkerdrama mee. Het bunkerdrama geldt als een van de meest traumatische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Er was een medegevangene die in een isoleercel werd gezet. En de medegevangenen uit het barak die zeiden van dat heeft zij niet alleen gedaan, dan moet hij ons allemaal gevangen zetten. En wat deed de kampcommandant? Die zette al die vrouwen gevangen in één cel. 72 vrouwen zijn toen opgesloten voor een nacht. En dat heeft leven gekost van 10 vrouwen. Later nog 2 vrouwen bij omgekomen. Daarna werd ze afgevoerd naar het kamp Ravensbrück en kwam tenslotte terecht in het concentratiekamp Dachau, waar ze meedeed aan de staking. Ja, dat is de enige staking waarvan bekend is dat hij in een concentratiekamp geweest is. Dus dat is ook een unieke gebeurtenis geweest. Samen met 192 vrouwen heeft Annie gewerkt in een subkamp van Dachau. Een fabriekskamp omheind op prikkeldraad. En op een gegeven moment leden ze echt honger. Er waren bombardementen onophoudelijk in München. Dat heeft ook het leven gekost van 20 Poolse mede-vrouwelijke gevangenen. Maar toen zeiden ze van wij kunnen niet verder. Wij moeten meer eten. Het is nu meer eten of stoppen ermee. Toen hebben ze letterlijk ook de handen over elkaar gevouwen en zijn ze liederen gaan zingen. Strijdliederen. En de bedrijfsleiding werd daar gek van, woedend. En op een gegeven moment kwam er iemand die zei ook van hier is de zwaarste sanctie van op toepassing. Dat betekende gewoon executie. Maar die vrouwen zeiden zoiets van nee, we staken. We tonen ons solidair. En uiteindelijk hebben ze dat wel overleefd. Want de discussie met de bedrijfsleiding, die eindigde in de discussie tussen de bedrijfsleiding en de SS. En dat heeft ze uiteindelijk gered. Vlak voor de bevrijding besluit de kampleiding te voet naar het zuiden te trekken. De zogenaamde dodenmars. De gevangenen dachten namelijk te worden vermoord. Maar van de legerleiding mochten de uitgeputte gevangenen onderweg de kom van de Amerikanen afwachten. Terug in Nederland kregen ze geen warm onthaal. Nee, integendeel. In Zwitserland, Frankrijk en België was dat wel het geval. Een van de vrouwen die zei van ja, in Frankrijk speelden ze het Wilhelmus vlekkeloos. En de tranen biggelden over hun wangen. Maar wat gebeurde er nu in Nederland? Ze werden eerst ontvangen in Brussel. Daar eigenlijk streng toegesproken. Verteld over de narigheid in Holland. Dat ze niet veel mochten verwachten omdat alles in puin lag. En vervolgens werden ze met de trein vanuit Brussel naar Roosendaal gestuurd. En niet alleen trouwens. Ze zaten daar gewoon tussen de NSB'ers in hetzelfde wagon. Ze zaten laveloos uit. Dus gewoon nog in hun kampkleren, kaalgeschoren. En ze kwamen in Roosendaal. En daar dachten de mensen dat ze
De vrouwen waren van oud-NSB'ers en dat ze met de vijand gehuld hadden. Ze werden daar uitgescholden. En ze moesten van daaruit allemaal een eigen pad kiezen om thuis te komen. Betty Trompetter, een vriendin, daarvan is ook bekend hoe dat ging. Die ging met de trein naar Den Haag en vloste te voet naar haar huis. Ja, en dan kwam je in een situatie waarbij eigenlijk helemaal geen opvang was. En dat gold ook voor Annie. Kleindochter Evelien kan zich haar oma nog heel goed herinneren. Als kind vond ik haar wel heel streng. Ja, begreep je het allemaal niet zo goed. En toen ik ouder werd, toen zag ik wel dat... begreep ik wel dat het ook komt door de ervaringen die ze allemaal heeft mee moeten maken. Maar ik kan me nog wel herinneren dat toen op het laatst van haar leven... toen had ze een keer een hersenbloeding gehad. En toen durfde ze eigenlijk niet zo goed meer alleen te zijn. Toen zei mijn moeder van, wil jij naar haar toe? Nou, dat is goed. Dus ik kom bij oma, maar haar rem was een beetje weg. Dus ik zat helemaal, ze kreeg een doos bonbons, zat ze achter elkaar op te eten. Huh? Dat vond ik heel bijzonder. En ze zei ook tegen me, ik hou van je. Dat was echt, dat vond ik zo fijn dat ze dat toch een keer tegen me gezegd had. Burgemeester Sutton is blij dat dit verhaal naar buiten komt, want dit mag niet worden vergeten. We zeggen bij elke dodenherdenking de afgelopen jaren, je mag de Tweede Wereldoorlog niet vergeten, de verhalen daar en de slachtoffers. Dit is zo'n verhaal wat belangrijk is om te blijven delen. Ik ben ook blij dat er energie in is gestoken om zo'n verhaal nu te boek te stellen. Maar het helpt ook om na te denken over wat er nu in Europa gebeurt. En dat is ook een teken van herdenken voor politici, mensen die macht hebben. Ja, dit kan ons zomaar een keer overkomen. Wees er bedacht op.